Middag aan de Maas, duik de geschiedenis in. Vergeten verhalen. We gaan het vandaag hebben over de geschiedenis van de plek van het voormalig stadskantoor. De bouwpunt aan de Meent is op één plek wat vervuiling aangetroffen. Maar daar gaan we het niet over hebben. Wel over de geschiedenis van die plek en wat je in die bouwpunt nog meer kunt vinden. Kees Herwaaier van het bureau Oudkundig Onderzoek Boor is hier. En die weet alles van de geschiedenis van deze plek. 2 maanden geleden zijn de archeologen van Boor de opgraving gestart. Op de plek waar het nieuwe timmerhuis wordt gebouwd. En het nieuwbouwplan bevindt zich direct achter het stadhuis aan de Kossingel. Dat je dat even helemaal op je netvlies hebt. En dat gebouw werd samen met het postkantoor gespaard bij het bombardement van 1940. Maar er zit een rijke geschiedenis aan die plek. Kees, goedemiddag. Hoe ver gaan we terug in de tijd? Nou, we gaan zeker terug tot ongeveer het jaar 1200. En toen bevond zich op deze plaats een dijk. Dat was een van de 2 dijken die langs de Rotte liep. En we hebben deze dijk nu ook teruggevonden. En we willen eigenlijk onderzoeken hoe oud die nu precies is. Ja. Ja, en dat gaan we doen door het nemen van monsters. Oké. Ik zit gelijk te denken, wacht, hoe liep die dan? Want ik... Aan weerszijden van de Rotte lag die kade. Ja. En pas rond 1270 is de Rotte afgedamd op de plaats van de Hoogstraat. Ja. Met een dam. En daar ontstond toen dus de stad, of het dorp Rotterdam. Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Wat goed dat je dan... Maar eigenlijk dit is dus nu voor het eerst dat de restanten van die dijk gevonden zijn. Ja, we hadden echt een vermoeden dat die dijk daar zou lopen. En er waren ook aanwijzingen. Door middel van grondboringen hadden we die aanwijzingen al gevonden. En nu hebben we hem echt in de opgravingsput zichtbaar. Daar zijn diepe sleuven gegraven. En in zo'n sleuf zie je dan zo'n dijk als een grote bult klei liggen. Hoe diep zit je dan? Toch wel een 3 à 4 meter onder het huidige maaiveld. Ja. Je moet je ook niet voorstellen dat het een enorm hoge dijk was. Je zou bijna kunnen spreken van een kade. Uh-huh. Maar dat was in die tijd voldoende. Ja. En verderop in de tijd wordt het gebied... Eigenlijk komt het binnen de stadsuitbreiding van Rotterdam te liggen. En dan wordt er naast het opgravingsterrein wordt er een kade, nog een nieuwe kade aangelegd. Ja. Naast de Delftse Vaart. En vervolgens wordt het terrein wat opgehoogd. En dan wordt daar een klooster gesticht. Dat is in de 15e eeuw, het Sint-Aagtenklooster. Ja. En daar zijn we eigenlijk ook naar op zoek naar die resten. Ja, ja. Oké. En heb je ook al aanwijzingen dat je daar echt nog dingen van kunt vinden? Nou, het echte kloostergebouw met de kerk en de brouwerij en de rosmolen en de huisjes. Het echte kloosterterrein ligt direct naast de opgravingsput. Wij graven eigenlijk op het achterterrein van het klooster. Ja. Maar daar vinden we wel sloten en afvalkuilen uit de periode van het klooster. Oké. Ja. En dan gaat het dus om aardewerk, om scherven, om stukjes bot. Dat soort werk vinden we dan. Ja. En hoe lang heeft dat klooster daar gestaan? Nou, dat klooster heeft er gestaan van 1459 en het is in gebruik geweest tot 1572. Dan kiest Rotterdam de zijde van de opstandelingen tegen Spanje. En wordt het klooster eigenlijk geconfiskeerd, ofwel in beslag genomen. Een deel van het klooster wordt dan weeshuis. Andere gebouwen worden wellicht gedeeltelijk gesloopt. In ieder geval het klooster verdwijnt. Ja. En op het achterterrein van het klooster gaat men het terrein wat ophogen. En aan het eind van de 16e eeuw wordt dat terrein uitgegeven voor woningbouw. En dan perceel voor perceel worden daar huizen opgebouwd. En misschien gaat dat wel in blokken tegelijk. Dat is wat we nu eigenlijk aan het uitzoeken zijn. Ja. En dan groeit daar in de loop van de jaren de dichtbebouwde Zandstraatbuurt. Ja, inderdaad. Oh, dus die heeft echt zo'n 3 eeuwen daar gestaan. Ja. Ja. En uiteindelijk is de Zandstraatbuurt weer gesloopt voor de aanleg van het stadhuis. Ja, precies. Ja. Ja. En blijven er nog enkele panden staan, ongeveer op de plek waar we nu graven, maar die zijn uiteindelijk ook nog gesloopt. Ja, want dat Zandstraatkwartier, daar hebben we het met het stadsarchief hier in Vergeten Verhalen ook wel eens over gehad. Dat was inderdaad een roemruchte buurt. Daar gebeurde van alles. Er waren veel kroegen en er was veel prostitutie en uiteindelijk ook veel armoede. Ze zaten heel dicht op elkaar daar. Hè? Ja, maar in aanleg moet dat best wel een rijkere buurt geweest zijn. Dat zien we onder andere nu aan de vondsten die we doen. We vinden afvalputten.
Dat zijn vaak ook beerputten. En daarin bevindt zich behoorlijk veel glaswerk, aardewerk. En dat is toch wel vrij mooi spul vaak. Oké. Okay. Ja. Ja, en wat heb je nog meer gevonden bij het opgraven? Nou, in een van die beerputten hebben wij een houten pop gevonden. Ja. En die dateert uit het midden van de 18e eeuw. Oké. Okay. De pop is niet compleet, het is een houten poppenlijf. Het is uit één stuk gesneden. Er zitten geen armen of benen aan, dat waren losse onderdelen. En de pop is ongeveer 20 centimeter groot. Ja. Wit geverfd. Daar zijn nog resten van aanwezig. En er zitten glazen ogen in. Glazen ogen? Ja. Ja, ja, je hebt een bijen hier. Ja, ik heb hem bij me. Hij zit verpakt in, natuurlijk in plastic, want we mogen er niet aan zitten. En hij zit eigenlijk in een, ik zal maar zeggen, een soort ovenschaal. Gevuld met water. Met water. Want de pop is van hout. Ja. En als hout nu uit zou drogen, dan zou de pop helemaal scheuren en vervormen. Oké. Okay. Dus hij moet nog geconserveerd worden. En dat gebeurt bij een specialistisch bedrijf. Ja, en hoe lang moet hij dan in het water liggen? Zolang als hij niet geconserveerd is, moet hij in het water blijven liggen. En als hij geconserveerd is, dan mag hij droog bewaard blijven worden. Ja. Ja. Oké, okay, ik vind het heel bijzonder. Ja. Dat hier gewoon een historisch stuk speelgoed hier in de studio. Ja, wij vinden het ook heel bijzonder. Er zijn dus wel oudere poppen gevonden of fragmenten daarvan. Maar niet in Rotterdam. Mm-hmm. En zo'n pop als deze is toch wel heel bijzonder. Ja. We denken trouwens dat het een pop is van Duitse makelij. Waar baseer je dat op? Er zijn in Duitsland op verschillende veilingen zijn dergelijke poppen of fragmenten ervan wel te koop aangeboden. En er heeft ook iemand naar gekeken die daar echt wel gespecialiseerd is. En die zei ook van het is waarschijnlijk een Duitse pop. En wordt het een kroonstuk in de collectie? Het is voor ons zeker een kroonstuk in de collectie. En we gaan hem ook zo snel als het kan op een tentoonstelling laten zien. Ja, snap ik. Ja. En je hebt nog iets, hè? Ja. Ja, ik heb nog iets meegenomen. Dat is een vondst die we zomaar ergens op een andere plek op het terrein hebben gedaan. Ja, laat maar horen. Ja, ik laat het even horen. Het rammelt. Het rammelt. En het... Het fluit. Het fluit. Ja. Het is een rammelaar. Het is een rammelaar van bot. En het is een rammelaar die we ook al rinkelbel noemen. Ja. En rinkelbellen, dat waren dus rammelaars die tegelijk rammelaar als bijtobject waren. Mm-hmm. En vaak zat er dan ook nog een fluitje bij, dat heb je net gehoord. Ja. En als je die nu moet beschrijven, dan is het eigenlijk een stukje gesneden bot van ongeveer 12 centimeter lang. Met aan de ene kant dus het fluitgedeelte, dat is rond. In het midden, en de andere kant, en aan de andere kant een plat gedeelte, dat is het bijtgedeelte. Ja. Ziet er eigenlijk uit als een, het uiteinde van een lepel. Ja. Hè? En in het midden zitten er vier messingbelletjes waarmee gerammeld werd. Ja. Ja. Ja, zo ziet hij eruit. Ja, je kunt het straks ook op onze site op Medegaande Maassen. Kun je hem terugzien, want we hebben er een mooie foto van. Ja. Ja. Maar hoe lang geleden hebben jullie die gevonden, die pop en die rammelaar? Die zijn begin december gevonden. Ja. Dus echt heel recente vangst eigenlijk. Zijn recente vondsten. Ja. Ja. Nou, die rinkelbellen waren heel populaire speeltjes in de 17e eeuw. Ja. En ze worden ook heel vaak afgebeeld. Op schilderijen. En dan zijn ze van edelmetalen en wel van zilver gemaakt. Dat is voor de rijkere kinderen. Dat is voor de rijkere mensen. Want gewone mensen lieten al geen schilderij van hun kind maken. Nee. En zeker niet met een zilveren rinkelbel erop. Dat was eigenlijk om te laten zien hoe rijk je wel was. Ja. En tegelijkertijd zag je aan het schilderij dan dat het een kind was wat afgebeeld was. Ja. En in dit geval dan een peuter. Ja. Ja. En is die van bot, dat is gewoon voor iedereen, zeg maar. Dat is die is ongetwijfeld veel goedkoper. Er waren dus houten rinkelbellen. Er waren tinnen rinkelbellen. En van bot of van ivoor. Ja. Deze is van bot. Mm-hmm. En dat is voor de gewone man geweest. Of voor het gewone kind in dit geval. Ja. Maar voor ons is het wel een heel bijzonder voorwerp. Want hij is compleet en hij doet het nog. En hij doet het inderdaad. Ja, super. Vind ik erg leuk. Ja. Ja, en ik vind het een voorrecht dat ik het hier in de studio mag zien. Maar wanneer kunnen we het gaan zien in het openbaar? Ja, nou, de vondsten zijn te zien vanaf zondag 3 februari vanaf 14 uur. In een kleine expositie in het informatiecentrum aan de Meent 119. En het informatiecentrum is gratis toegankelijk en geopend van woensdag tot en met zondag
van 12 tot 6 uur in de middag. Oké, Kees Herwijer, dankjewel voor je komst naar de studio.